dit is een goed stel, hoor. Daar komen ze een paar centimeter voor. Prima! Sansa Mingo's all-rich en Houten! 1-0! Naar goal, naar Schubert, wat is het daar? Redesto! Gaan we het misschien nog een keer proberen via een lange bal. Ja hoor, doet hij inderdaad knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten, Ja! Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga beginnen met een vrij cliché vraag, maar waar was jij op 21 juni 1988? Bij een van mijn beste vrienden thuis. Ja. Bij de helaas 3 jaar geleden overleden René Otterlo, die ook aan de basis stond van het mooie blad Panenka. Ja. Die in die tijd en jaren daarna ook altijd een van mijn beste vrienden is geweest. En daar hebben wij Nederland, West-Duitsland gekeken. Ja, even een soort van context. Hoe oud was je toen? Ik ben van 1965, dus toen was ik 23. Ja, deed dat net zoveel met jou als wat het met de rest van Nederland deed, met de verhalen van de overlevering? Ik was toen 8. Ik kan me niet zoveel herinneren van die rivaliteit, laat staan 74, dat soort dingen. Had jij dat heel erg toen? Nou, ik vind het EK 1988 in zijn geheel en zeker ook het feit dat Nederland daarin die grote successen heeft behaald. Of het allergrootste succes uit zijn geschiedenis heeft behaald met de landenploeg. Ja, dat staat bij mij wel te boek als het de 2-3 weken waarin ik voetbal misschien wel het meest intensief heb beleefd. Ja. Het is ook het moment geweest waarin Nederland op een heel natuurlijke, organische manier daarin is meegegaan zonder dat het voor mijn gevoel heel gekunsteld was, vooropgezet was. Er zat ook niet een enorme commerciële organisatie omheen. Nee. Dus het was echt een prachtig voetbaltoernooi. Zeker ook omdat Nederland won, maar niet alleen omdat Nederland won. Het was echt een heel fraai toernooi. Ja, wat jij ook zegt met dat hele commerciële, dat hoorde ik ook in. Ik weet niet of die aflevering al geweest is of nog komt. Maar de jongens die daar geweest waren, die zeiden ook van, ja, eigenlijk dat hele enthousiasme is in het toernooi gegroeid. Klopt. Dat er vlaggen kwamen, dat mensen gingen sminken, de gullet petjes. En nu is het allemaal natuurlijk de whoopies, noem alles maar op. En dat is wat dat betreft wel wat veranderd. Voordat we verder gaan, Ruud, laten we even beginnen met het introduceren van jezelf. Ruud Doevendans, nogmaals goedemorgen. Zou jij eens aan de luisteraar kort kunnen vertellen wie jij bent? Mijn naam heb je al genoemd. Ik ben 59 jaar. Ik ben mijn leven lang voetballiefhebber. En mijn voornaamste interesse gaat uit naar het voetbal in de jaren 60, 70 en 80. Ja. Daar ben ik een soort van, daar vind ik mezelf dan wel een soort van in gespecialiseerd. Want andere voetbal weet ik ook wel het nodige. Maar die periode, daar weet ik veel meer van dan van andere periodes. Voor de rest ben ik in het dagelijks leven eindredacteur van het trainersvakblad De Voetbaltrainer. Ja. Ik heb een aantal magazines jarenlang uitgebracht. En ik schrijf zo nu en dan eens een boek. Ja. Meest recentelijk over Jan van Beveren, de biografie van Jan van Beveren. En kort daarna nog De Einzelganger. En De Einzelganger is een boek over de geschiedenis en de ontwikkeling van het keepen. Ja, Einzelganger vind ik een mooie term daarover. Ja. Want dat zijn ze natuurlijk wel. Zeker. Want jij noemt het inderdaad, de jaren 60, jaren 70. Dat is dan ook een beetje jouw jeugdjaren, zeg maar. Komt daar ook de interesse vandaan? Of? Maar ik denk dat 60 niet trouwens. Daar was ik wel, maar te jong waarschijnlijk. Ja. Ik volg voetbal eigenlijk vanaf 1970. Ah, ja. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel een beetje geldt als het gaat om sport, maar ook als het gaat om muziek. Je gaat vaak terug naar de jaren van je jeugd. Ja. Dat heeft blijkbaar toch de meeste indruk op je gemaakt. En dat kan ik ook wel verklaren, want in je jeugd, je weet nog weinig, je hebt nog weinig meegemaakt. Dus alles wat dan gebeurt, heeft wel gewoon een grote invloed op hoe je je ontwikkelt en hoe je je voelt. Ja. En dat heb ik ook heel sterk, zeker ook met sport. Ja. Nou ja, jaren 80 noemde je net al, hè, dat je daar wel je echte interesse in ligt. Dus we zijn er net op tijd bij, 1988. Kan nog net, hè? Ja, heb jij nog iets specifieks met voetballiefhebber, maar ook met eindtoernooi, met een EK of
wellicht een WK. Is dat iets speciaals voor jou? Nou ja, in die tijd was natuurlijk een eindtoernooi. Was eigenlijk het enige, waren de enige momenten waarop je ervan uit kon gaan dat de voetbal ook echt op televisie kwam. Als je Europa Cup wedstrijden had, dan zat je vaak om 5:00 zat je met transpirerende handen zat je voor de televisie te kijken naar die klok. En dan kwam er een omroepster in beeld en die zei dan of de wedstrijd wel of niet op televisie kwam. En dat was vaak van tevoren helemaal niet duidelijk. En heel vaak ging dat ook niet door. Dus en bij een eindtoernooi, daar leefde hij eigenlijk al wel maanden van tevoren naartoe. Wat ik nu eigenlijk helemaal niet meer heb. Nee. Komende EK. Ik haal bijna mijn schouders erover. Okay. Maar dat had je toen wel heel sterk. Daar leefde je maanden van tevoren naartoe. Want daar ging het gebeuren. Daar kreeg je ook spelers te zien die je eigenlijk nooit zag. Als we praten over het EK 88 en je denkt aan een land als de Sovjet-Unie. Ja. Wanneer zag je nou de spelers van de Sovjet-Unie? Ja, niet. Daar las je wel eens wat over of je hoorde er wat over. Maar je zag ze bijna nooit. Ben je nu een beetje voetbalmoe misschien? Of is het te veel voetbal? Er is wel heel veel voetbal. En het is ook allemaal heel gestructureerd. Heel weinig spontaan. Ja. Het is allemaal uitgedacht. Ja. Als ik 10 wedstrijden achter elkaar kijk, dan kijk ik 10 keer eigenlijk naar dezelfde patroontjes, dezelfde ideetjes, dezelfde manier van druk zetten, dezelfde manier van wingbacks die wel of niet overlappen. Het is eigenlijk allemaal bedacht. Ja. Dat was het voetbal van die tijd voor mijn gevoel veel minder. Behalve bijvoorbeeld, en dat is wel leuk in het kader van wat we vandaag bespreken. Ja. Behalve bijvoorbeeld het voetbal van Dynamo Kiev en de Sovjet-Unie. Ja, Dat was werkelijk, iedere zet was uitgedacht. Ja. Maar dan zullen we het in de laatste stadium. Dat is een andere aflevering inderdaad. Zullen we misschien in de laatste stadium nog over hebben. We gaan het in deze aflevering hebben over West-Duitsland. Ja. Hebben we het nog over. Hè? Dat zal niet heel lang meer duren overigens. Nee, maar, dat wisten ze toen nog niet. Nee, dat wisten ze toen nog niet. Dat ging wel gebeuren. En het is natuurlijk ook wel leuk. Wat ik aan het begin zei, ik was 8 jaar oud. Dus ik heb flarden, kan ik me herinneren, van wedstrijden. Zoals de eerste wedstrijd tegen de Sovjet-Unie van Nederland. Dat heb ik helemaal niet gezien, want dat was 's avonds. De andere wedstrijden allemaal wel. Maar het zijn allemaal flarden. Dus ter voorbereiding van deze reeks ga je een beetje kijken. Mensen uitnodigen, praat je er al een beetje over. Maar ook ter voorbereiding ga je dus een beetje lezen. En dan kom je achter best wel leuke dingen. Waar alle vooroordelen nog wel eens even teniet worden gedaan. Ik zei het al in de vorige vergaan deze opname. Had ik heel lang het idee van Denemarken kan er niks van. Engeland kan er niks van. Die Russen, die finale was een makkie. Allemaal dat soort dingen op jonge leeftijd. Is er nog, kunnen we het allemaal nog fact-checken. Maar nogmaals, we gaan het over West-Duitsland hebben. Waar zullen we beginnen? De aanloop naar het EK. Waar ik als eerste aan moest denken in EK 88 is van, die WK-finale in 86, het WK. Ja. Waar kwamen de Duitsers vandaan? De West-Duitsers in dit geval vandaan? Nou ja, goed. Je moet goed begrijpen wat het West-Duitse elftal eigenlijk in dat land betekent. Hè. En dan moeten we echt teruggaan naar de jaren na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Waarin Duitsland natuurlijk helemaal aan scherven ligt. Het ego van Duitsland helemaal verpulverd is tot niets. Ja. En het West-Duitse nationale elftal, en dan praten we over 1954, zorgt er eigenlijk als eerste weer voor dat Duitsers weer een beetje het gevoel krijgen. We doen er weer een beetje toe. We zijn het wieder weer, zeggen ze dan. Ja. We tellen weer mee. We mogen er weer een beetje zijn. En die rol heeft dat West-Duitse elftal eigenlijk altijd in dat land gespeeld. Want ook vandaag, anno 2024, worstelt West-Duitsland, of nu Duitsland, nog steeds met zijn verleden. Ja. Dat is onontkoombaar. Ja, wij waren in, ik was sorry dat je onderbreekt, maar we waren voor de stad Hamburg, waar we uitgenodigd als staartribune om de stad te leren kennen, zodat we konden vertellen over Hamburg, zodat de Nederlanders misschien wat langer konden blijven. Een beetje een toeristisch idee. Maar toen kwamen we ook bij die bunker bij het stadion van St. Pauli. Ja. En dan praat je er een beetje over. En het was, denk ik, generatiegenoten van mij of iets jonger. Maar je merkt in alles wat ze, alles lag op de weegschaal. Ja. Met een bepaalde schaamte erin. Ja. En dat is nu nog steeds zo. En wij zeiden, niet zo heel zwart-wit, maar het kwam een beetje meer. Het is geschiedenis van jullie land. Maar jij kunt er niks aan doen dat jou. Het is ook allemaal verschrikkelijk lang geleden. Maar dat zat er toen nog heel erg in natuurlijk. Nee, maar dan moet je begrijpen dat West-Duitse nationale elftal er eigenlijk door de jaren heen steeds wel voor blijft zorgen dat die Duitsers weer een opkikker krijgen. En dus is voor ieder toernooi zijn de verwachtingen ook heel hoog gespannen. Ja. Zo ook voor het EK 1988. In 84 zijn ze in de poolfase uitgeschakeld in Frankrijk. Mm-hmm. Schaamte alom. Coach er meteen uitgewerkt, Beckenbauer wordt opgetrommeld. Ja. Als er problemen zijn in Duitsland, is het altijd Frans Beckenbauer die de rommel mag opruimen. Ja. En die doet dat ook. Die haalt in 1986, zij het op een niet al te aansprekende manier, de WK-finale. Die verloren wordt van Argentinië. Ja. Maar na dat toernooi, en dan maken we de sprong naar 88,
vindt er toch wel een soort paleisrevolutie in dat West-Duitse nationale elftal plaats. Want bepalende spelers nemen afscheid. Karl-Heinz Rummenigge voorop. Doelman Toni Schumacher. Heel verrassend op 28-jarige leeftijd, de voorstopper Karl-Heinz Förster. Vaste waarde gedurende lange tijd. Okay. Hans-Peter Briegel. Allemaal spelers die na 86 uit dat nationale elftal verdwijnen. Die hebben er wel genoeg van. Dus in feite moet Duitsland ook een beetje een nieuw elftal opbouwen. In ieder geval de hiërarchie gaat heel erg veranderen. Ja. En dan komen mensen bovenaan die hiërarchie te staan, als Lothar Matthäus, Rudi Völler. Ja. En die hebben dus erg veel te bewijzen in 1988. En ze waren ook allemaal, want ik ging dat lijstje gisteravond nog eens even door, allemaal nog relatief jong. Ja. Ik zag bijvoorbeeld Jurgen Kohler, heb je me even niet op de leeftijd, maar 23 tijdens klopt, het EK. Klopt, klopt. Matthäus 27. Ja, ja. Dus allemaal relatief, en zeker voor die tijd nog best jong. Terwijl je bij Kohler altijd het idee had van, nou, die heeft jaren tegen Van Basten gespeeld. Nee, ja, maar dat heeft hij ook wel gedaan. Ja, maar hij daarna pas eigenlijk. Stond toen nog aan het begin van zijn carrière eigenlijk. Nou, Lothar Matthäus was natuurlijk bijvoorbeeld een man die op wie heel veel hoop gevestigd was. Maar kijk, in Nederland heeft hij de populariteitsprijs nooit gewonnen, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Nee. Maar gek genoeg, in Duitsland ook niet zo. Nee? In Duitsland was hij ook niet zo heel erg populair. Want er was altijd wel iets aan de hand met die rare Matthäus. En als je buiten de pas liep in West-Duitsland, ja, weet je, daar was het toch nog wel een beetje van ordnung moest zijn. Ja, dat is voor Duits nog steeds moeilijk. Hè? Dat is nog steeds lastig om buiten de lijntjes te kleuren. En Matthäus deed dat nogal eens. Die werd gepakt met te veel alcohol in zijn bloed. Terwijl hij achter het stuur zat. Die had verschillende affaires met vrouwen. Ja. Kortom, zeiden die Duitsers, nou, is dat nou onze man? Ja. Maar dat was één vervelend ding. Hij was wel heel erg goed. Ja, want dat is het hem. Hè? Als, als je daar de beelden eens van gaat kijken. Wij hebben als Nederlander natuurlijk dat idee van een matennaaier, et cetera, et cetera. Ja. Maar het was ook gewoon een hele goede voetballer. Het was een ontzettend goede speler. Ja. Heel veelzijdige middenvelder. Maar op hem was heel veel hoop gevestigd. En ook op Rudi Völler. En het probleem was een klein beetje dat zeker in het jaar voorafgaand aan dat EK, hadden die spelers het niet altijd even makkelijk. Völler had voor het EK 88, had hij sinds september 87 in het nationale elftal geen goal meer gemaakt. Okay. Dus hij stond er echt niet al te best op. Ja. Hij moest het echt wel hebben van het vertrouwen van zijn coach. Ja. Nou, Matthäus, daar was ook altijd wel wat om te doen. Ja. En die worstelde ook een beetje, was ook net aanvoerder geworden. Kon die nou die grote schoenen wel vullen? Dus voorafgaand aan dat EK 88, nou, West-Duitsland in eigen huis vond natuurlijk, wij moeten dat toernooi winnen. Maar diep van binnen waren er heel veel Duitsers die zeiden, gaat dat allemaal wel lukken? Ja. En dan hebben ze, nou ja, in de maanden voorafgaande aan het EK hebben ze nog dat vier landen toernooi in Berlijn georganiseerd. Ja. Met ja. Zweden, Argentinië, Sovjet-Unie en West-Duitsland. Had ook een beetje te maken met, want kom je misschien een beetje in de voorbereiding. Ze hebben een toernooi uiteindelijk gekregen. Mm. Engeland had geloof ik een bid gedaan en een Zweden, Denemarken, gezamenlijke bid was er geloof ik iets met drie landen. Zou kunnen, dat durf ik zo niet te zeggen. En toen was er een beetje een gedoe over welke speelsteden het zouden kunnen worden. Het heeft Berlijn eigenlijk, of West-Berlijn, eigenlijk dat een beetje, nou weet je, we doen niet een speelstad, maar jullie krijgen een toernooi. Precies, precies. Ja. Zo is eigenlijk, het kwam ook goed uit, vanwege dat gegeven, ook vanwege de voorbereiding. Een paar goede tegenstanders voor het Duitsland, voor het Duitsland dat natuurlijk geen kwalificatie had gespeeld. Waar staan we nu eigenlijk met ons nieuwe team? Ja. Verliep ook niet zo heel erg vlotjes. Verloren met penalties van Zweden. Kwamen dus niet in de finale van dat toernooi. In die penaltyreeks misten nota bene Lothar Matthäus en Rudi Völler. Ja. Dus er was de nodige twijfel. Dus in de aanloop naar dat eerste duel tegen Italië, dat ook een heel nieuw team had, was ook niet helemaal duidelijk. Ja, wat kunnen we nou eigenlijk van het West-Duitsland verwachten? Nee. En is dat, hebben ze dat altijd niet een beetje gehad of nog steeds? Nu lijkt het, met 2014 lijkt het een beetje te draaien. Maar eigenlijk dat was ook sinds, volgens mij sinds Kroos terug is, is het een beetje omgedraaid. Maar zit dat niet een beetje in de Duitsers zelf ook? Er is wel veel chauvinisme. Ja. Er is wel, men weet wel dat men eigenlijk vrijwel altijd wel een sterk elftal heeft. Ja. Maar ook in die tijd was er altijd ook wel enige terughoudendheid van, ja, het zal ons toch niet door de vingers glippen. Nee. Het kan wel, maar gaat het ook daadwerkelijk lukken? En waar dat precies mee te maken heeft, ik denk dat het ook een beetje een nasleep is van het feit dat in het begin van de jaren 70, EK 72, speelde Duitsland echt fantastisch voetbal. En die kwaliteit, hè, met Beckenbauer, met Netzer, die combinatie was echt vloeiend voetbal, echt
voetbal dat eigenlijk in de wereld zijn gelijken niet kende. En dat hebben ze daarna eigenlijk, die kwaliteit konden ze daarna eigenlijk nooit meer echt brengen. Ondanks hun successen. Hè? Want WK 82 kwamen ze werkelijk hortend en stotend en piepend en krakend in de finale. Ze redden het wel. Ja. Maar het is nooit op een manier dat de wereld zegt, goh, dat is Duitsland, we hebben daar toch met heel veel plezier naar gekeken. Dat steekt altijd wel een beetje. Wel succesvol, nooit geliefd. Ja. En dat in aanloop naar 1988 zie je dat ook wel weer. We spelen thuis, we hebben een sterk team. Maar ja, niemand gunde ons eigenlijk. Nee. En hoe zal zich dat nou verhouden straks? Hoe keek jij zelf? Weet je nog iets van toen je 23 was? Hoe keek jij tegen bijvoorbeeld een West-Duitsland aan? Kun je daar nog iets van herinneren? Nou, ik wil mezelf niet heiliger afschilderen dan dat ik ben. Ook ik was geen fan van West-Duitsland. Nee. Ik ben dat door de jaren heen heel erg gaan nuanceren. Ik heb dat veel minder dan dat ik dat vroeger had. Ja. Maar net als vrijwel iedereen was ik bepaald geen fan van West-Duitsland. Als die uitgeschakeld werden, vond ik dat best wel heel erg leuk. En als je dat losliet, zeg maar, qua team, of zat je daar toen nog wat minder in zoals je dat nu allemaal weet, zeg maar? Nee, ik denk dat ik in alle bescheidenheid dat ik goed wist hoe de hazen daar liepen. Ja, daar wist ik veel van. Kon het denk ik ook wel aardig inschatten. Maar bij West-Duitsland had je altijd van, ja, weet je, op een of andere manier zullen ze toch wel weer heel ver komen. Ja, ja. En dat deden ze ook bijna altijd. He, want zowel in 82 als in 86 op die WK's was het voetbal echt niet zo groots. Maar het was wel heel degelijk. Ja. En ze konden wel met tegenslagen omgaan. Ja. En ze vochten zich wel onder de problemen uit. En uiteindelijk lag iedereen op zijn rug. En wie stond nog recht overeind? Dat waren de West-Duitsers. Ja, ja, ja. En dat is uiteraard gewoon een enorme kwaliteit als je dat kunt. Zeker, ik wou dat wij daar iets meer van hadden. Dan hadden we waarschijnlijk iets meer gewonnen, denk ik. Ja. Nou, daar hadden we wel wat van kunnen meenemen, ja. Jij had het net al even over Frans Beckenbauer. Ja. Vrij recent natuurlijk overleden. Toen kwamen ook alle mooie beelden, verhalen, anekdotes naar voren. Wat kun jij even vertellen over Beckenbauer als bondscoach? Beckenbauer als bondscoach was een pragmaticus. Beckenbauer als speler was een frivole, creatieve speler. Ja. Die het hele elftal op zijn nek nam. Ik ben een enorme fan, echt een enorme fan van de voetballer Frans Beckenbauer. Die voor mij echt tot de allerbeste hoort die de wereld ooit gezien heeft. Ja. Heeft een heel nieuwe positie in het leven gebracht. Heeft die op een heel eigen manier vormgegeven. Echt een absoluut fenomeen. Als bondscoach was hij een pure pragmaticus. Hij deed wat nodig was om de wedstrijd te winnen. Maar gek dan eigenlijk, toch? Of? Ja, dat is ook zo. Je zou verwachten dat iemand die deze instelling ten opzichte van de sport heeft, dat hij het mooie zal laten prevaleren. Ja. Dat was bij de bondscoach Beckenbauer eigenlijk nooit aan de orde. Die koos voor spelers met wie hij dacht de wedstrijd te kunnen winnen. Mm. En als dat 7 of 8 afbrekers waren, dan stelde die 7 of 8 afbrekers op. Ja. Daar deed hij totaal niet moeilijk over. Hij behield wel altijd zijn grandeur, zijn charisma, zijn enorme uitstraling. Ja. Nou, het mooiste verhaal is natuurlijk, en daar komen we zo meteen vast nog op zijn gedrag na de wedstrijd tegen Nederland. Ja. Maar laat ik zeggen, aan de bondscoach Frans Beckenbauer, daar is geen groot coach aan verloren gegaan die het spel, het niveau van het spel en het mooie in het spel heel erg benadrukte. Nee. Dat was niet zo. Winnen, winnen, winnen. Winnen was voor hem dan. En dat was het uiteindelijk als speler ook altijd wel. Als je naar Frans Beckenbauer in de WK-finale 74 kijkt, hoe die zich opoffert voor het resultaat. Ja. Imponerend. Ja. Maar het ging altijd met een bepaalde flair, met een bepaalde charme. Het was ook altijd mooi om naar te kijken. Ja. De elftallen van West-Duitsland onder bondscoach Frans Beckenbauer waren meestal niet zo geweldig mooi om naar te kijken. Nee, ze waren wel ongelooflijk succesvol. Nou ja, dat is ook een beetje wat mij bijstaat. En doordat hij na zijn overlijden kwamen die beelden. Er kwamen ook wat, bijvoorbeeld beelden van het WK 66. Dat hij daar 20 is of ja, iets. Ja, is hij 20, ja. Maar dan is het als voetbal inderdaad veel fantastisch. En dat idee bij bondscoach had ik dat hij inderdaad een beetje saai was. Saaie teams. Maar dat blijkt nu dan ook wel weer. Jij gaf aan van er hebben een aantal jongens na 86 die hebben afscheid genomen. Ja. Ze hebben geen kwalificatieduels, ze hoeven spelen. Hoe heeft hij die selectie, hoe heeft Beckenbauer die selectie uiteindelijk bij elkaar gekregen? Wat kun je daarover vertellen? Nou, in West-Duitsland, kijk,
als je kijkt naar een land als Nederland, heb je heel vaak gezien dat een nationaal team wordt opgebouwd rondom een kern van een ploeg. Hm. Dat is natuurlijk in de jaren 70 heel erg sterk met Ajax zo geweest. En, ja, en met de aanvulling van wat Feyenoorders. In 1988 het Nederlands elftal is opgebouwd rondom een kern van PSV. Ja. In West-Duitsland is dat eigenlijk altijd anders geweest. Die hebben gewoon altijd de spelers gekozen van heel veel verschillende clubs. Waardoor dat team uiteindelijk vaak ook sterker werd dan de clubteams. In Nederland was het Nederlands elftal heel vaak niet sterker dan Ajax of Feyenoord. Nee, nee. Die waren eigenlijk beter dan het Nederlands elftal. Ja. In Duitsland was dat altijd andersom. Okay. Dus ook Beckenbauer heeft weer gekeken naar goed, wat past nu goed bij elkaar. Ja. Heeft wel heel sterk zijn team gekozen vanuit de Duitse Bundesliga. Er waren maar twee spelers die niet in de Bundesliga speelden. Er waren Thomas Berthold en Rudi Völler. Die speelden in Italië. Ja, ja, bij Hellas Verona en bij AS Roma, respectievelijk. Ja. Hij heeft zeker ook gekeken naar wat is er al. En heeft heel sterk voor een kern gekozen van spelers. Ja, die, en dat waren ook vaak weer de krachten op wie je kon rekenen. Karl-Heinz Förster faalde nooit. Hans-Peter Briegel faalde nooit. Mm. Lothar Matthäus, ja, weet je, die had gewoon zijn kwaliteiten. Rudi Völler, nogmaals, ook die won bij ons de stijlprijs niet. Maar ja, je kon wel op hem rekenen. Nee. En heeft het aangevuld. Ja. Aangevuld met Thomas Berthold. Ja. Heeft het aangevuld met de enige Duitser die in Nederland nog op af en toe de handjes op elkaar kreeg. Jürgen Klinsmann. Ja. Andreas Bremen is onder hem veel belangrijker geworden. Ja. En hij had natuurlijk te kampen met de keeperskwestie. Ja, dat zei je inderdaad. Ja. Kijk, Beckenbauer in zijn beginfase heeft nog kunnen steunen op Toni Schumacher. Ja. Maar ook die zijn na 86, die stopte ermee. En Duitsland had toen echt een keepersprobleem. Duitsland heeft dat nog een tijdje proberen op te vangen met Uli Stein. En die hebben, want die was altijd reserve achter Schumacher. Ja. Ook niet zo'n gezellige jongen over het algemeen, Uli Stein. Maar toen is uiteindelijk, ja, heeft hij in 88 gekozen voor Eike Immel. Ja. Een talentvolle keeper, maar ook een absoluut onzekere factor in dat West-Duitse elftal. Waar zat hem dat in? Ja, nou simpelweg in zijn jeugd, in hoe hij eruit zag met zijn lange haar. Ja. Dat weet je, in Duitsland moet je kort geknipt zijn, hè? Dan moet je degelijkheid uitstralen. Hij had toch een beetje dat flamboyante, dat gemakkelijke over zich. Ja. Was ook mentaal niet zo sterk. Is na zijn loopbaan ook gebleken. Eichel is na zijn loopbaan maatschappelijk enorm in de problemen gekomen. Ja. Stond niet als een hele stabiele factor bekend. Maar heeft op dat EK tot aan de halve finale tegen Nederland hij eigenlijk verbazingwekkend goed gekiept. Oh, even heel kinderachtig, maar hoe grappig vond jij zijn naam toen? Zijn voornaam vooral? Ja, nou ja. Had je dat niet? Nou ja, je kunt ook nog met zijn achternaam combineren. Ja. Dan kom je ook nog een heel eind, hè? Ja. Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat had ik eerlijk gezegd toen niet zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat die connotatie wel snel gemaakt. Ja, want je mocht dat vroeger thuis natuurlijk niet zeggen. Dus dan was het dan heel gauw. Ja, ik denk dat dat niet zo'n groot probleem was. Nee. Maar. Nee, maar het was dus eigenlijk, wat na het EK, want we lopen misschien een beetje op de zaak vooruit, maar ik kreeg wel redelijk de schuld van die halve finale, ja? Toch? Ja. Nee, het is onmiskenbaar dat Eike Immel in die halve finale, maar ja, met name bij de winnende goal van Basten, nou niet een indruk maakt dat je zegt, jongen, die zou nog werkelijk geen keeper tegengehouden hebben. Nee, dat was niet sterk gekiept. Nee, dat was niet sterk gekiept. Maar daarentegen heeft hij in de eerste wedstrijd tegen Italië en ook in de derde wedstrijd tegen Spanje, heeft hij een aantal cruciale reddingen verricht op momenten dat het voor West-Duitsland zomaar helemaal de andere kant op had kunnen vallen. Ja. En ja, weet je, dan verdient hij toch de lof voor die erbij hoort. Ja, ja. Ja. Waren er nog andere verrassingen in die selectie? Waarvan eigenlijk Immel is een soort van verrassing als omdat er een nieuwe keeper kwam? Of? Een nieuwkomer. Nee, nou ja, goed. Je gaf net zelf al een beetje aan. Een naam als Jürgen Kohler was een nieuwkomer. Ja. En Beckenbauer heeft dat elftal wel heel bewust opgebouwd. En na het afscheid van Karl-Heinz Förster had hij een nieuwe voorstopper nodig. Dat werd Kohler. Wat wel een verrassing was, en dat sluit ik een beetje aan bij wat we net bespraken over Frans Beckenbauer. West-Duitsland heeft altijd geworsteld met de opvolging van Frans Beckenbauer. Ja, ja. Van hemzelf, ja. Ja, nou ja, er moest een nieuwe laatste man komen. Ja, ja. En het is vrij simpel. Zo iemand kun je niet vervangen. Nee. Nederland kon Johan Cruijff niet vervangen. Argentinië zal straks Lionel Messi niet kunnen vervangen. Diego Maradona kon ook niet vervangen worden. Nee. En Frans Beckenbauer hoort tot die categorie. En zo'n speler krijg je niet weer. Uiteindelijk is toen na heel veel
Na heel veel geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met Klaus Augenthaler heeft daar wel gespeeld. Oh ja. Is de keuze gevallen op Matthias Herget van, hou je nu vast, Bayer Uerdingen. Ik zie het hier staan inderdaad. Ja. Bayer Uerdingen, wat toen overigens een hele aanzienlijke Bundesliga-club was, die ook in Europa speelde. Geboren in de DDR zie ik zelfs. Ja. Klopt, die had een DDR-achtergrond. Ja. Sommige spelers hadden dat wel. Matthias Herget die heeft toen het voordeel van de twijfel gekregen. Vooral veel twijfel. Ja. En een beetje voordeel. En heeft dat eigenlijk tijdens dat toernooi geen moment waar kunnen maken. Beckenbauer heeft hem beschermd. Maar Herget speelde een heel zwakke eerste wedstrijd tegen Italië. Met heel veel bal. De eerste bal die Herget krijgt, wordt afgetrapt. De bal wordt rondgespeeld. De bal gaat naar Herget. En de eerste paas over 10 meter levert hij rechtstreeks in de voeten bij een Italiaan af. Ja. Nou, toen was eigenlijk zijn toernooi al gespeeld. Was daarmee eigenlijk gebrandmerkt. Ja. Dat was eigenlijk daarmee al gespeeld. Dat bleef een enorm geknoei met die Herget op die libero-positie. Doordat hij tegen Nederland vlak voor rust uitviel. Ja. En laat ik zo zeggen. Toen waren ze ervan verlost, maar daarmee werd het uiteindelijk ook nog niet heel veel beter. Nee. Oké, wat we zeiden, geen voorbereiding, of nee, geen kwalificatie. Wel dat oefentoernooi gehad in Berlijn. Ja. Uiteindelijk komen ze in een pool terecht als groepshoofd, uiteraard. Ja. Als georganiseerd land zal dat zeker zijn reden hebben gehad. Ja. Met Italië, Spanje en Denemarken. Ga er maar eens aan. Ik had daar toen andere indrukken bij, maar dat heb ik al eerder verteld. Dat was mijn, omdat ik puur op scorebordjournalistiek deed achteraf na het toernooi. Mm-hmm. Maar ja, Italië, Denemarken kwam uit 86. Over Denemarken komt nog een aparte aflevering. Spanje en Italië uiteraard ook. Italië een beetje in de opbouw, wat je net al zei ook. Ja. Misschien richting 90 toe. Totaal, Nou, Denemarken vanaf 86, Dennis Dynamite. Spanje, ook geen onaardig team hè, met de jongens van Real Madrid. Ja. Waren de West-Duitsers bang in de pool? Of? Nou, het volk dan, laat ik dan maar nou, zo zeggen. Nou ja, er bestond wel het gevaar dat ze ook af konden gaan. Ja. Denemarken, zeg je ook met de kennis van nu hoor, ja, was echt wel over de top. Hoewel die spelers nog helemaal niet zo oud waren. Lerby was 30, Elke Larsen was 30. Morten Olsen was natuurlijk wel echt een veteraan. Mm-hmm. Nee, die was 8 of 39 jaar. Ja. Maar dat team had gewoon in zijn compositie, in zijn samenstelling, had het beste gewoon gehad. Die hadden moeten oogsten in 86. Ja. Dat was het ideale moment voor Denemarken om te. Nou goed, die gingen er toen uit tegen Spanje. Tegen Butragueño met name. Denemarken was niet zo sterk meer als dat vooraf misschien wel gedacht werd. Mm-hmm. Maar Italië en Spanje waren gewoon geduchte tegenstanders van wie Duitsland kon winnen. Maar echt ook wel kon verliezen. Ja. Dus er was wel degelijk de gedachte bij die Duitsers van oké, we zitten in een sterke pool. We zijn goed voetballend, maar het is geen ABC'tje. En daar komt dan ook wel een klein beetje die twijfel vandaan. Ja. Van slechte voorbereidingsfase, vlak voor het toernooi 1-1 tegen Joegoslavië, thuis met pijn en moeite in Bremen. Met een eigen goal van de keeper die het gelijkspel dan nog betekende. Nee, die zagen wel degelijk wat beren op de weg. Ja. En nou ja, goed. Die eerste ronde zijn ze uiteindelijk verbazingwekkend goed doorgekomen. Ja, het is. Laten we bij het begin beginnen. De openingswedstrijd op 10 juni in het Rijnstadion in Düsseldorf. Ja. Meteen Italië. Meteen Italië. Het was op papier eigenlijk geen zwakke pool. 1-1. Maar wat kun je over die openingswedstrijd vertellen? Dat het een wedstrijd was die zeer uitgebalanceerd was. Ja. Waarin beide ploegen weinig risico's namen. Ja. Waarin eigenlijk de verdedigers beter waren dan de aanvallers. En waarin Eike Immel in de beginfase een geweldige redding verricht op de doorgebroken Gianluca Vialli. Ja. Dat is echt een moment voor Duitsland waarin het toernooi op een kantelpunt staat. Ja. Komen ze dan achter, dan hebben ze echt een heel groot probleem. Ja, ja. Immel pakt die bal. Ja. Heel hard schot van dichtbij. Echt knappe redding. Ja, en dan zie je langzaam maar zeker die Duitsers al een klein beetje zelfvertrouwen opbouwen. Hoewel, ze komen kort na de rust komen ze achter. Ja. Ook weer door heel dom balverlies in de hoek van het veld. En dan komt die bal komt voor en Mancini werkt dan van dichtbij af. En dan lijkt het wel of het zo moet zijn. 2 minuten later krijgen ze een vrije trap binnen het 16 meter gebied. Ja. Vanwege treuzelen van de Italiaanse keeper Walter Zenga. Ja, te lang de bal vasthouden of zo. Onbegrijpelijk. Dan nooit, wordt bijna niet voor dat gefloten. En daar was ook helemaal geen aanleiding voor. Want nee.
Senga was niet aan het tijdrekken over. Nee, nee. Maar de Engelse scheidsrechter Keith Hackett. Ja, ik was net even aan het zoeken inderdaad. Ja, Keith Hackett, ja. Keith Hackett fluit. Ja, en dan schiet Bremen die bal erin. Een tikje breed en Bremen schiet die bal laag in. En dan komt Duitsland komt weg met een gelijkspel. Daar mogen ze niet over mopperen. Niet dat Italië veel beter is. Nee. Maar het is een uitgebalanceerde wedstrijd. En als je in zo'n wedstrijd met weinig kansen achterkomt tegen Italië. Ja. En je maakt toch nog gelijk. Dat is fijn. Dan is dat een kleine overwinning. Ja. Dan is dat een kleine overwinning. Ja. En dan ontwikkelt zich eigenlijk een toernooi voor die West-Duitsers. Zoals dat bijna altijd gebeurt. Namelijk een moeizame start. Nou, kijk naar 82 met verlies tegen Algerije. Ja. Kijk naar 86 met moeizaam gelijkspel tegen Uruguay. 84 moeizaam gelijkspel tegen Portugal. En dan bouwen ze wat op. Ja. Dan zeggen ze van, hey, verrek, we zijn niet slecht. We kunnen wel wat. En dan treffen ze die ideale tegenstander. En dat is het uitgebluste Denemarken dat een wedstrijd verloren heeft. Ja. Even terug naar die 1-1. Niet zozeer die 1-1. Andreas Bremer, ook helaas overleden. Ja. Ik wist niet dat hij tweebenig was. Dat wist ik pas na zijn overlijden. Dus sorry Andy Bremer. maar dat was ook wel eigenlijk. Ja, hij nam volgens mij die penalty in 90. Ja. Met, ik ga gokken. Rechts? Ja, zeker. Zo hij eigenlijk een soort van linksback was. Oorspronkelijk was hij linksbenig. Ja, ja. Maar je hebt van die spelers, en hij was daar het uitgesproken voorbeeld van, die zo hard aan zichzelf gewerkt hebben, dat verschil eigenlijk bijna niet meer te zien is. Nee. En bij Bremer was dat overigens, deze vrije trap schoot hij met links in. Klopt. Maar Bremer was een heel veelzijdige voetballer. Die kon je ook rechtsback zetten, linksback zetten. Weet je, het grappige is, dat soort spelers. Ik had het ooit een keer met Kees Rijvers over. Ja, of 10 geleden of zo. En toen was Jetro Willems, de Nederlandse, was toen in opkomst. Ja, ja. En toen zei hij, die speelde altijd linksback. Ja. Hij zegt, maar moet je voor de gein, moet je zo'n jongen eens rechtsback zetten. Ja. Hij zegt, die weet helemaal niet wat hij moet doen. Die weet niet waar hij moet lopen, die kan zijn rechterbeen niet gebruiken. Nee. Hij zegt, nou, als ik dat combineer of vergelijk met Andreas Bremer, die kon je rechtsback zetten, die kon je linksback zetten, je zag geen verschil. Die kon je op het middenveld zetten, deed hij het prima. Ja. Die kon je laatste man zetten, heeft hij later ook gespeeld. Ja. Kon die prima. Beetje, misschien appels met peren, maar ik heb dat ook wel een beetje bij Serginho Dest. Die ook wel een beetje de twee. Hij zal zijn ene been zal wat sterker zijn dan de andere. Maar die kan ook zo'n man. Die kan nog eens een keer naar binnen kappen en dan laten voorgeven, zeg maar. Ik denk inderdaad dat hij nog wel behoorlijk verschillende grootheden met elkaar vergelijkt. Natuurlijk, maar gewoon qua mogelijkheden, zeg maar. Maar die kan wel rechts en links spelen. Ja. En of die op het middenveld ook mogelijkheden heeft, dat weet ik zo niet. Klopt. Maar Andreas Bremer was ongelooflijk veelzijdige voetballer. Want je hebt het altijd over. Tenminste, als je hebt het Milan-trio en je hebt het Inter-trio. Dat is altijd volgorde. Matthäus, Klinsmann, Bremer. Ja. Voor mijn gevoel dan. Ja, maar dat is niet helemaal terecht. Nee, nou, ik denk dat Matthäus qua uitstraling en qua carrière wel boven de andere twee staat. Mm-hmm. Maar Andreas Bremer is 10 jaar lang een zeer, zeer betrouwbare en kwalitatief goede speler geweest. Die goed verdedigde, die uitstekend voetbalde en op heel veel posities en hoog niveau kon halen. Ja. Dus die moeten we niet onderschatten. Nee. Dat is ook een beetje wat mij bijgebleven is na al die verhalen na aanleiding van zijn overlijden. Ze beginnen met een gelijkspel, de West-Duitsers. Ja. Een dag later wint Spanje met 3-2 van Denemarken. In hoeverre zet dat voor de Duitsers zichzelf wat onder druk? Van, hey, we moeten toch even. Toen had je nog het 2-punten-systeem, weliswaar, dus het scheelt. Maar hadden ze een beetje zoiets van, we zijn blij met de 1-1? Wat jij net al wel zei, hè? Als je achterkomt tegen Italië, je pakt nog 1-1, dan ben je blij. Of waren ze toch wel teleurgesteld? Nee, ik denk dat Duitsland heel tevreden was met een gelijkspel tegen Italië. Ja. Komende uit de positie waar ze vandaan kwamen. Ja. De onzekerheid over, zijn we nou wel echt zo goed als dat we hopen dat we zijn? Ja. Denk ik dat Duitsland, ook gezien hoe die wedstrijd liep, de onzekere factoren die daarin zaten, dat Duitsland heel tevreden was met een gelijkspel. Ja. En ze wisten wel, kijk, Duitsland-Denemarken zijn ook buren. Ja. Zij zijn ook altijd wel goed geweest in het inschatten van hoe sterk is onze komende tegenstander. Mm-hmm. En hebben misschien wel gedacht, Denemarken, thuis in Gelsenkirchen, die kunnen wij echt winnen. Nou, daar hebben ze ook op gespeeld. En ik vind dat Duitsland tegen Denemarken ook gewoon een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. Ja. Waarin het wel heeft geprofiteerd van fouten van de tegenstander. Ja. Maar goed, dat moet je ook maar doen. Hè? Nou ja, wat je zegt, Kelskeren 4 dagen later. Ja. 64.000 man. Ik lepel het op, hoor. Ik weet het niet. Bijna 65.000 man. Ja, 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 ja.
2-0, doelpunten van Klinsmann en Toon. Ja. Toon, ik ga nu alle clichés er weer even uithalen, maar die staat vooral bij mij bekend om het shirt. Ja. Van Koeman. Ja. Ja, die kon natuurlijk ook wel wat meer. En Klinsmann was ook, ja, wat jij ook toen straks al zei. Dat vonden we met z'n allen toch vaak wel de sympathieke met Litbarski, volgens mij had ik het idee. Maar Klinsmann heeft dat altijd ook, toen hij bondscoach werd, altijd wel iets sympathieks gehad. Waar zat hem dat in? Klinsmann was een rising star van het Duitse voetbal. Ja. Nou, dat, waar dat in zit is... Ja, dat heeft simpelweg met de uitstraling van iemand te maken. Is die vriendelijk? Ja. Ziet hij er een beetje leuk uit? Met zijn lange blonde haren. Ja. Duitsers hadden natuurlijk ook vaak het stigma van, om het maar het woord maar te noemen, matenaaiers te zijn. Ja. Dat zag men bij Klinsmann veel minder. Werkte hard. En was gewoon een uitstekende speler aan wie niks kleefde van onsympathiek, zullen we maar zeggen. En dat heeft hij toch wel lang volgehouden. Dat heeft hij, nog steeds, heeft hij tot op de dag van vandaag. Ja. Klinsmann staat er in de internationale voetbalwereld ook al. Ook al heeft hij ook best een aantal minder geslaagde projecten achter de rug. Mm-hmm. Klinsmann staat er in de voetbalwereld eigenlijk altijd goed op. Mm. En dat was toen zeker ook zo. Ja, die maakte de eerste goal. Ja. Dat was een ontzettende fout van Søren Lerby. Dat was een lange bal vanuit de Duitse verdediging. Die moest hij op de rand van de 16 meter wegkoppen. Ja. En die kopte die daar midden. Ja. En toen strandde Völler nog in eerste instantie op Peter Schmeichel. Ja, die had de eerste wedstrijd niet gekiept overigens. Nee. Trost Rasmussen had toen gespeeld. Ja. Onbegrijpelijke keuze. Maar goed, Schmeichel was natuurlijk twee klassen beter. Mm-hmm. Maar goed, die stopte de inzet van Völler nog wel. Maar het viel de bal op de 5-meterlijn. En ook Klinsmann met een leeg doel schieten. En Duitsland heeft die wedstrijd eigenlijk van A tot Z beheerst. Zonder echt briljant te zijn. Ze hebben goed gespeeld. Ja. Ze hebben degelijk gespeeld. Ja. En de laatste goal kwam vlak voor tijd door Olaf Toon. De kleine middenvelder Olaf Toon die op een hoekschop uitspringt boven de torenhoge Ivan Nielsen. Ja. Nielsen staat stil. Toon komt ingelopen. Ja, en springt boven die grote Ivan Nielsen uit. Ik denk dat die Denen... Kijk, Denemarken had ook 3 PSV-spelers. Jan Heijnsen, Ivan Nielsen, Søren Lerby. Ja. Je zag een beetje hetzelfde als bij die Spanjaarden. Na dat seizoen, waarin ze allebei heel ver... Nou, PSV heeft natuurlijk de Europa Cup gewonnen. Het ballonnetje was een beetje leeggelopen bij die gasten, zo leek het wel. Ja. En het zag er wat futloos, wat energieloos zag het er allemaal. Het was een beetje fabrieksvoetbal geworden. Ja. Het moet. Ja. Het is dat moet, maar ik heb er niet zoveel zin in. Ja. En Duitsland met al zijn energie en zijn goede wil en zijn power. En natuurlijk ook wel met zijn kwaliteit. Ja. Ja, was op die middag gewoon duidelijk sterker dan Denemarken. Ja, dus 3 punten. 2 in dit geval. Ja, in totaal 3. Ja. Italië wint in diezelfde ronde van Spanje. Ja. Ik zit even heel snel hoofd te rekenen, maar dan gaat die laatste speelronde gaat er eigenlijk gewoon nog wel om. In hoeverre waren de Duitsers daar nog, of de West-Duitsers daar, hadden ze het vertrouwen is gegroeid na die eerste 2 wedstrijden, neem ik aan. Dat is echt een kwestie van vertrouwen tanken, zoals we dat wel eens noemen. Ja. Nee, maar het is een finale. West-Duitsland-Spanje in München is gewoon een finale. Ja. Duitsland heeft genoeg aan een gelijkspel om in ieder geval door te komen. Ja. Spanje moet die wedstrijd winnen. Het is de wederopstanding van Rudi Völler. Ja. Die wedstrijd is de wederopstanding van Rudi Völler. Ja, want hij stond een tijdje droog, zei je al. Hij stond in september van het jaar daarvoor stond hij droog. Ja. Er werd openlijk aan hem getwijfeld. Van, moeten we hem nog wel opstellen? Of moeten we misschien de afslag nemen om Frank Mil op te stellen? Hè? Oh, ja, de andere spits die later tegen Nederland ook nog gespeeld heeft. Ja. Völler komt, die houdt het vertrouwen van Beckenbauer. Ja, die betaalt dat vertrouwen tegen Spanje terug. Ja. 2 goede goals. Ja. Eerst wordt hij vrijgespeeld op de 16 meter, schiet hij laag in. En de tweede goal is een fantastische goal. En die komt voor 95% op het konto van Lothar Matthäus. Ja. Die vanaf eigen helft met een enorme solo tot in het 16 meter gebied komt. Met een hakje aflegt op Völler, die vervolgens buitenkant voet. Ja. De bal laag in schiet achter Zubizarreta. Dus... dat is de wedstrijd waarin Duitsland, na die wedstrijd kan Duitsland zeggen, ja, wij zijn titelkandidaat. Okay. Voor die tijd is het, het zit er wel in, maar komt het er ook uit. En West-Duitsland-Spanje is een wedstrijd waarin ze domineren, waarin ze goed voetbal spelen, waarin ze goede goals maken, waarin de spelers die het moeten doen, het ook echt doen. Ja. De spelers op wie de hoop is gevestigd, die blinken dan ook echt uit. Ja. Ja, dat is het moment waarop die Duitsers gaan denken, wij gaan dit toernooi misschien wel winnen. Ja. En dat kunnen we. Dat kunnen we. Even nog over Nederland heen springen. En dan komen we hier in München terug voor de finale. Ja.
En zo was het niet. Nee, we hoeven geen spoiler te doen, want iedereen weet inmiddels hoe het gelopen is. En dan even tussen, ja, half finale gehaald. Ja. Ik denk ook wel blij dat ze gewoon eerst in de pool zijn geworden. Ik zit ook even door die, je had het net over Vuller. Die had, ik zit door de Panini-album heen te bladeren van 88. Die had toen al 45 interlands gespeeld. En toch al wel 25 goals gemaakt. Ja. De Duitse spitsen zijn altijd heel betrouwbaar geweest in het maken van doelpunten. Ja. Dat hoefde niet eens briljante voetballers te zijn. Nee. Maar je ziet het nu bij wijze van spreken in de huidige tijd bij een spits als Niklas Füllkrug van Dortmund. Ja. Ja, daar kijken we ook allemaal een beetje naar. Ja, wat is dat nou? Ja. Maar ze maken hun goals. Ja, ja. En Füller was van een beter niveau. Klinsmann was van een beter niveau dan Füllkrug. Maar die hebben gewoon 1-2 gelopen gedurende hun interlandcarrière. Statistisch gezien kun je er niks van vinden. Kijk, onze grote held Marco van Basten met zijn 58 interlands en 24 goals. Ja. En van die 24 heeft hij er 5 op het EK gemaakt en 5 tegen Malta. Ja, ja. In zijn overige 52 interlands heeft hij 14 goals gemaakt. Ja, ja. En dat vinden wij een van de beste voetballers die we ooit gehad hebben. Ja, 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 ja. Kijk, dit soort spelers hebben gewoon, laten gewoon echt veel betere cijfers zien. Op het hoogste podium. Op het allerhoogste podium, op grote toernooien, dan bijvoorbeeld een Van Basten. Ja. Ik doe niks af aan de kwaliteiten van Basten. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar als het gaat om presteren in het nationale elftal, hebben die mannen er altijd gestaan. Ja. Ja. En Vuller is daar het voorbeeld van. Maar in 1988 had hij wel een heel moeizaam jaar achter de rug. En werd er wel openlijk aan om getwijfeld. Ja. Jij gaf al aan van, je bent ook naar het EK geweest. 88. Ja. Welke wedstrijden ben je geweest? Ja, dan komen we eigenlijk bij een ander onderwerp. Ik ben bij 2 wedstrijden van de Sovjet-Unie geweest. Nederland-Sovjet-Unie in Keulen. Ja. En Sovjet-Unie-Italië in Stuttgart, de halve finale. De dag na Nederland-West-Duitsland. Oh, ja. Waarom ik dat even vraag? Want we gaan het straks over de Sovjet-Unie hebben. Hoef je dat nu niet helemaal te uitwerken. Ik wil het even over die stadions hebben. Ja. Volgens mij hebben we nu in het EK 2024 een aantal stadions voor tweede Bundesliga-teams. De helft. Düsseldorf, Keulen, noem ze maar allemaal maar op. Ja, ongelooflijk. Maar die zijn allemaal verbouwd. Of er is wat nieuws voor gekomen. Hoe was dat toen om in die stadions te zijn? Nou, ik moet zeggen, ik vond die Duitse stadions. Ik was, voordat ik in Keulen bij Nederland Sovjet-Unie was ik nooit bij een interland geweest. Okay. Dat was mijn eerste interland. Ja. Ik vond het enorm imponerend. Ik vond die Duitse stadions een enorme uitstraling. Ze waren niet nieuw. Nee. Ze waren groot, maar niet monstrueus groot. Ja, want je hebt vaak die Sintelbaan, die maakt het toch weer wat. Maakt het wijdser. Ja. Maakt het, hè? Maakt het dat je met meer oppervlak te maken hebt. Ja. Ja, ik vond die Duitse stadions wel een geweldige uitstraling hebben. Ja. En voordat EK, ik denk niet dat er een stadion. Nee, er is geen stadion nieuw gebouwd. Dat hoefde toen ook niet. Als je goede stadions had, speelde je gewoon in die stadions. Dat deed men niet zo moeilijk over. Nee. Tegenwoordig moeten er meteen 12 nieuwe stadions neergezet worden. Terwijl je wel net het Heyseldrama natuurlijk had gehad. Ja. Maar ik moet zeggen, ik had in die stadions in Duitsland wel het gevoel dat ze veilig waren. Dat er geen rare dingen waren. En weet je, interlandvoetbal qua supporters is ook altijd anders. Dan clubvoetbal. Ja. Die supporters hebben een heel andere houding. Of niet altijd, maar hebben vaak een hele andere houding. Zeker nu, ten opzichte van elkaar dan met die landenploegen. Ja. Hoewel Nederland-West-Duitsland natuurlijk rivaliteit ten top was. Ja. Maar dat leidde toch niet in de stadions en rondom de stadions niet tot al te veel gekke dingen in die tijd. Nee. Ik denk dat in 1990 nog wel anders was. Hoe was het? Ja, wat was het? Kun je het sfeertje omschrijven? Kijk, nu is het. Ik ben wat recente eindtoernooien al geweest. Dan is het allemaal heel gelikt. Hè? Ook binnen het showtje vooraf. Dus je kunt uittekenen. Hoe was dat toen, het sfeertje? Heel, echt totaal anders. Kijk, Nederland was natuurlijk langdurig niet naar een eindtoernooi geweest. Nee. Eigenlijk was het voor die generatie, voor heel een grote deel van die generatie voetbalfans, gewoon nieuw. Ja. Ik ervoer het als een uitje. Ja. Leuk. Ja. We gaan naartoe. Leuk. Ja. We zien wel. Ja. Ik was ook niet. Ik was natuurlijk wel absoluut voor het Nederlands elftal. Maar ik was ook niet helemaal uit het veld geslagen toen ze van de Sovjet-Unie verloren of zo. Nee, het was gewoon de belevenis. Erbij zijn. Ja. Spelers in het echt zien. Die je eigenlijk nooit in het echt anders zag. Dat is het ook nog eens een keer. Hè? Ja. Ja, dat is. In de aflevering van de Sovjet-Unie zal ik daar wat meer over vertellen. Maar ik ervoer het echt als een uniek moment. Om ergens bij te zijn waar je normaal gesproken nooit bij kon zijn. En ik denk dat dat ook de sfeer was die daar eigenlijk helemaal omheen hing. Het was een beetje. Het is eigenlijk een fijne voetbalsfeer. Ja. Echt, het voetbal stond centraal. Ja. Er was wel een feest omheen. Maar dat had niet de overhand. Het was allemaal niet georchestreerd, niet georganiseerd. Het ontstond. Ja.
Wat je nu niet meer hebt. Het is nu allemaal vooraf bedacht. Het is allemaal, ik weet niet hoeveel evenementen en organisatiebureaus omheen. Ja. Ik vind dat minder spontaan. Hm. Ik vind het daarom ook minder leuk. Ja. Toen had je wel het gevoel, zonder dat je daar toen bij stil stond hoor. Maar kijk je daarop terug, denk je, ja dat was organisch. Het ontstond zoals het ontstond. Ja. En daar deden we het mee en dat was goed. Ja. Ja. Maar toen kwam 21 juli 1988. Ja. Jij zat thuis hè, bij, wat je in het begin al vertelde, bij een vriend. Ja. De Duitsers die keken er dus misschien al een beetje overheen, over die halve finale, de West-Duitsers. Ik sluit dat niet uit. Ja. Ik sluit dat niet uit. Ik denk toch dat zij wel iets hebben gehad van, we worden steeds beter. Ja. Ze kenden Nederland. Ik bedoel, ze wisten dat Nederland goede spelers had. Ja, ik wou net zeggen, hoe stond Nederland erop voor hun? Ja. Ja, maar Nederland had natuurlijk een onregelmatig toernooi gespeeld. Nederland had het op zich goed gedaan tegen de Sovjet-Unie, maar verloren. Had wel goed gespeeld tegen Engeland, maar ook met geluk gewonnen. Ja, kon je ook verliezen die wedstrijd. Die had je ook kunnen verliezen. Ja. En tegen Ierland was het allemaal stroperig en moeizaam, want iedereen speelde stroperig en moeizaam tegen die vervelende Ieren. Ja. Dus ze wisten ook niet helemaal goed natuurlijk wat ze nu aan Nederland hadden. Waar stond dat Nederland dan eigenlijk? Ja. Ik denk wel dat Duitsland wel iets heeft gehad van, nou, wij zijn wel favoriet voor deze wedstrijd. Ja. En niet zo gek ook eigenlijk. Dus. Is natuurlijk, als je ook kijkt naar de geschiedenis, als je kijkt dat ze thuis spelen, dan is dat niet zo heel raar. Nee. Wat wel vastgesteld moet worden, is dat Nederland Duitsland eigenlijk 90 minuten lang tegen de muur heeft gedrukt. Ja. Want ook voordat Duitsland in de tweede helft voorkomt, is Nederland eigenlijk de hele eerste helft, om maar eens een mooi Duits woord te gebruiken, überlegen geweest. Ja. Dat is gewoon zo. Duitsland heeft ook zijn kansjes wel gehad, maar Nederland heeft echt veel beter voetbal laten zien. Is veel vaker bij het doel van Duitsland dan andersom. Ja. Dus eigenlijk heeft Nederland Duitsland, vind ik, die avond overklast. Ja, en dat kwam er natuurlijk daarna ook allemaal uit. Maar ook, er zat wat frustratie natuurlijk aan de kant. Dat mag je wel zeggen. Ja, misschien nog wel lichtelijk uitgedrukt. Ja. Hoe keek de tegenstander eigenlijk daarna? Ik heb laatst een keer op televisie iets gezien tussen Van Breukelen en Frank Miel. Over dat tegen Hoffen, dat is doe stierpst. En dan zie je aan Van Breukelen helemaal van, sorry, helemaal het verontschuldigd. En terwijl Frank Miel zei, ja, weet je, het was de heat of the moment. Het was de wedstrijd. Het geeft helemaal niks. Het is goed. En dan was het klaar. En dan ging Van Breukelen nog een keer eroverheen. En hij zei gewoon, maar hoe zaten de Duitsers daarin? Ja, ik denk dat dat niet te vergelijken is. Maar de uitgangspositie is ook niet te vergelijken. Nee, kijk, nee. Duitsland weet dat het in zekere mate, hoewel ze dat echt niet altijd hebben uitgestraald, maar als het gaat om de oorlogskwestie, de verhouding tot Nederland, weten dat ze eigenlijk een beetje een nederige houding moeten aannemen. Ja, ja. Er zit heel veel schaamte over wat er 40 jaar daarvoor is gebeurd. Met Hans van Breukelen is wel degene genoemd, denk ik, die wat frustratie betreft dat het meest geuit heeft. Ja, ik denk dat dat bij veel meer spelers speelde, maar ik denk bijvoorbeeld, zonder dat ik dat ooit van hem gehoord heb, dat het bij iemand als Ruud Gullit veel minder speelde. Ja. Ik denk dat er bij veel spelers veel minder speelde. Maar met Hans van Breukelen speelde dat wel een hele grote rol. Ja. Maar het verschil was ook wel, Van Breukelen had zijn hele leven succes nagejaagd. Ja. Ongelooflijk ambitieuze sporter. Ja. Dat heeft hij in 1988 eindelijk. En dat EK is voor hem groter dan groot. Dat moet niet de kers op zijn loop, taart van zijn loopbaan worden. Dat moet een hele patisserie zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat moet het helemaal voor hem, dat moet zijn carrière helemaal afmaken. Ja. Al die elementen bij elkaar. Hij is natuurlijk ook wat ouder dan de meeste spelers. Van Breukelen is van 56. De rest is toch vaak wel wat jonger. Hè? Van begin jaren 60, medio jaren 60. Dus hij heeft ook wel wat meer van die oorlog nog wel. Hè? Van de nasleep van die oorlog meegekregen. Ja. Ik denk dat het voor Hans veel zwaarder woog dan voor veel anderen. En dat het er op die avond allemaal uitkwam. Dan krijgt hij een goal tegen uit een penalty die hij ook nog aanraakt. Ja, bijna pakt. Dus hij is in staat om een doelpaal door midden te bijten van frustratie. Ja, dat komt op dat soort momenten komt dat er natuurlijk allemaal uit. Ja. Ik hoorde ook een opmerkelijk verhaal over de scheidsrechter. De Roemeen. Inja, als ik het goed uitspreek. Ja, mijn Roemeen is niet meer wat het geweest is. Ioan, Inja, Igna. Igna zou nog kunnen. Igna, Die dacht eerst dat hij een anderhalf finale moest fluiten. Of dat hij in ieder geval bij de verkeerde stad stond. Oh, dat is mij niet bekend. Ik weet wel dat hij geblesseerd was die avond. Dat inderdaad hij ook. Heeft, ik weet niet of Igna in alle opzichten de weg een beetje kwijt was. dat verhaal ken ik niet, moet ik bekennen. Ik weet wel dat
hij die avond ontzettend veel moeite had om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Ja. Is hem trouwens ook niet gelukt. Hij heeft hem tot een einde gebracht, maar niet tot een goed einde, want hij heeft die avond gewoon niet goed gefloten. Twee penalties waarvan je kunt twee zeggen. Penalties, nou ja, waarvan die van Nederland natuurlijk een lachertje was. Ja. En die van Duitsland hoogst discutabel. Ja. Nee, die man had gewoon fysiek heel veel moeite om het te volgen. Ja. Ik heb hem vaker zien fluiten, ook op het WK 86 wel. Vond ik hem ook niet altijd even to the point en niet altijd even goed opgesteld. En daar had hij deze avond had hij daar heel veel problemen mee. Deze man had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en had moeten zeggen, ik ben niet in staat om deze wedstrijd te fluiten. Nee. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zich ook het een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan niet laten ontnemen. Nee. Maar dat heeft uiteindelijk aan de wedstrijd, aan het eerlijke verloop van de wedstrijd, heeft dat geen goed gedaan. Nee, nee. Nou, dan liggen ze, wij zijn door, zij liggen eruit. Ja. Bracht, nou, we hebben net al een paar keer genoemd, bracht bij ons nog wel wat teweeg. Hoe gingen de West-Duitsers daarmee om? Duitsland wees ook vooral op de onterechte penalty die ze tegen hadden gekregen. Ik herinner me de kop in beeld. Ja. Raus nach falschem Elfer. Okay. Met andere woorden, eruit naar een onterechte strafschop. Ja. Nou, dat was in zekere zin. Daar speelde dat ook zeker een rol. Maar Duitsers hebben in de afloop ook wel gezegd, we hebben die wedstrijd uiteindelijk wel terecht verloren. Nederland was beter en het optreden van Frans Beckenbauer na de wedstrijd in de Nederlandse spelersbus, wat al regelmatig gememoreerd is, is daar natuurlijk een sprekend voorbeeld van. Ja, ja, was hij de, want dat deed hij, een gentleman om het maar even zo te zeggen. Ja, en de spelers ook echt van onder de indruk, terwijl ze daarvoor natuurlijk enorm liepen te tieren en te klieren. Ze maakten de spelers gewoon belachelijk. Ja. Hè? Ja. Maar hoe gingen de spelers daarmee om? Nee, niet de Nederlandse spelers, maar de spelers van West-Duitsland? Ik denk dat ze het verlies genomen hebben. Ja. 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 Ik denk dat de spelers van West-Duitsland wel. Kijk, als jij een wedstrijd voetbalt, en jij zult ook wedstrijden gevoetbald hebben, waarschijnlijk in je leven. Lager niveau, maar je voetbalt wel. Ja. Je hebt als voetballer wel in de gaten. Horen wij deze wedstrijd te winnen? Ja. Of is de tegenstander eigenlijk sterker dan wij? Ja. Duitsland heeft die wedstrijd wel gevoeld. Ja. Wij staan eigenlijk continu tegen de muur aan. Het is een wonder dat we nog enigszins overeind blijven. En we hebben die wedstrijd uiteindelijk wel terecht verloren. Ja. Ik denk dat Duitsland dat vooral als motivatie gebruikt heeft na het WK twee jaar daarna. Ja, want daar wilde ik even naartoe. De nasleep of het gevolg ervan. Sowieso in die wedstrijd in die achtste finale of überhaupt op het WK? Dat WK van 90? Nee, ik denk überhaupt het WK van 1990. Ja. Als je kijkt naar hoe als Nederland een goed toernooi heeft gespeeld, is het toernooi daarna eigenlijk altijd gepruts. Ja. Dat is hopeloos gepruts. Ja. Bij Duitsland is het vaak andersom. Als Duitsland een niet zo sterk toernooi heeft gespeeld, dan gebruiken ze dat om door te ontwikkelen, door te selecteren, nieuw elan te creëren. Ja. En dat is Beckenbauer in 1990 ongelooflijk goed gelukt. Ja. Hoewel die toen ook met moeite door de kwalificatie is gekomen. Want ze zaten in de pool met Nederland, notabene. Ja. Ja, Nederland moest. Twee keer gelijk? Twee keer gelijk. 1-1 in 0-0 in München, 1-1 op de valreep voor Nederland in Rotterdam. Maar Beckenbauer is erin geslaagd om met Nog wat nieuwe impulsen. Een elftal neer te zetten dat weer fris, sprankelend voetbal kon spelen. Ja. En hij is eigenlijk op die, nou, het was niet echt een ruïne natuurlijk na het EK 88, maar wel een enorme teleurstelling. Ja. Is met dat elftal aan de slag gegaan en is daarop voortgaan borduren en heeft een wereldkampioen gebouwd. Ja. Ja. Vergelijk je dat met Nederland, dan zie je eigenlijk na ieder succesvol toernooi 74... 76 was het niks. Ja. In 78 WK-finale, 80 was het niks. Nee. Zo zijn het 2012. 2012 na 2010. En kijk je naar 1988, dan kun je ook vaststellen dat het WK 1990 voor Nederland een drama was. In hoeverre merkte je die, afsluiter, die achtste finale? Ik heb van de week hoorde ik een verhaal over Olaf Toon. Dat het met het shirtje toch nog wel een tijdje heeft dwarsgezeten. Dat hij dat ook wel eens tegen Jan Wouters heeft verteld toen bij Bayern München. Ja. In hoeverre, want ik kan me die wedstrijd nog wel herinneren, maar niet zozeer in die beleving waar, met de kennis van nu. Maar in hoeverre speelde het 88 de halve finale nog mee in die achtste finale in Milaan? Sterk. Bij de Duitsers? Sterk. Ja. Ik denk dat ze hebben het verlies genomen, maar ze hebben zich, laat het voorzichtig zeggen, sterk verbaasd over het gedrag van sommige Nederlanders. Ja, ja. En met name het incident met Ronald Koeman met het shirt van Toon. Ja. Want zij hebben wel altijd gehad dat shirt, dat betekent iets. Daar ga je niet op die manier mee om. Ja. Ik denk dat Ronald Koeman zich doodgeschaamd heeft voor dat moment achteraf. Ja. Daar wordt hij echt niet graag aan herinnerd. Nee. Maar ja, weet je, als je
goed nagaat, en ik heb dat bewust meegemaakt, hoe de houding van met name Nederlanders ten opzichte van Duitsers was. Niet andersom, nee, veel minder. Ja. Maar Nederlanders ten opzichte van Duitsers. Hoe dat sentiment voeding gaf aan het gedrag van spelers. Ja. Daar is ook het gedrag van Hans van Breukelen deels uit te verklaren. Ja. En van Ronald Koeman. En ook in die spelersbus, hè, dat Lothar Matthäus langsloopt en dat ze met z'n allen... Lothar, du hast verloren. Weet je? Daar zit weinig klasse bij, laat ik het zo zeggen. Nee, maar eens. Ja. En ik denk altijd maar, je moet een beetje groot zijn als je verliest. Ook als je wint. En nederig als je wint. Ja, ja. Gewoon correct blijven als je gewonnen hebt. Niet ander belachelijk maken. En groot zijn als je verliest. Ja. En als iemand groot is geweest toen hij verloor, dan was het Frans Beckenbauer. Ja. Die is de bus ingestapt en die heeft gezegd, je hebt klasse gespeeld, je hebt verdiend gewonnen. Viel erfolg in mijn spiel. Und tschüss. Dus die heeft de spelers gecomplimenteerd en veel succes gewenst. En dat is, denk ik, dat is een voorbeeld van hoe het ook kan. Vind ik een mooie afsluiten voor deze aflevering van deze reeks. Ruud, dankjewel voor de mooie anekdotes over over West-Duitsland in 1988. Graag gedaan. En we gaan je horen in de aflevering over de Sovjet-Unie. Heel graag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.